De rechtbank in Rotterdam heeft zojuist dan toch wel opzienbarend vonnis uitgesproken over Bart van U, de man die de moorden op zijn zus en op oud-minister Els Borst heeft bekend. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt alleen tbs met dwangverpleging. De deskundigen hadden eerder gezegd dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Nou, het OM, het Openbaar Ministerie, is daarin meegegaan. Heeft gezegd, dan eisen wij 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Maar, zegt de rechtbank, wij zijn eigenlijk tijdens de zitting en op basis van het dossier tot de conclusie gekomen dat deze man totaal ontoerekeningsvatbaar is, zodanig gedreven werd door zijn wanen dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij heeft gedaan. En dat betekent dus dat hij niet tot een gevangenisstraf kon worden veroordeeld en daarom alleen tbs met dwangverpleging krijgt. Daarvan zegt de rechtbank dat die cruciaal is. Er is gevaar voor herhaling, hij heeft geen ziektebesef en dat zal dus een hele langdurige behandeling worden. Wat vindt u van de uitspraak? Ik ben heel tevreden met de uitspraak van de rechtbank. Absoluut. Had u dit verwacht? Om heel eerlijk te zijn, wist ik eigenlijk niet wat ik moest verwachten. De eis was natuurlijk toch 8 jaar gevangenisstraf met een tbs en dwangverpleging. En de rechtbank kan dat natuurlijk volgen, maar kan ook boven de eis uitgaan. En er waren toch rapporten van deskundigen die uitgingen van een sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid. En dat laat ruimte over voor een gevangenisstraf. Bart van U was aanwezig bij de uitspraak. Hij zat er eigenlijk bij zoals hij tijdens de zittingen er voortdurend bij heeft gezeten. Een beetje nerveus, op en neer wippend met zijn benen. Hij gaf niet echt een blijk dat hij had begrepen waar het vonnis precies op slaat. Hij kreeg het na afloop op schrift. Zat een beetje verloren de rechtbank na te kijken en is vervolgens met het vonnis in de hand naar het cellenblok verdwenen. En daar wordt hij op dit moment bijgepraat door zijn advocaat Noëlle Pietersen. Hij kan het nog niet helemaal vatten. Dus het is nog niet bij hem ingedaald.